Hallo allemaal, welkom. Ik ben weer terug waar ik gisteren eindigde. Het voelde mooi om weer te beginnen waar de vlog van gisteren in elk geval buiten stopte. Het is 2:50 ongeveer, 2:55 was bijna. Dus de officiële community dagen zijn bijna voorbij. De officiële community tijden zijn bijna voorbij. Ik ben onderweg naar het Noorderplantsoen, want de kritische kijker zal gisteren gezien hebben dat ik daar helemaal niet geweest ben. En ik vraag mij best wel af hoe het daar zit met de spawns en met de shinies. Daar gaan we dus vandaag achter komen. Dit is deel 2 van mijn video over de December Community Day. Heb je deel 1 nog niet gezien? Ik zet een kaartje bovenin en een link onderin. Check die sowieso als je dat nog niet gedaan hebt. Ik maak dit soort vlogs heel vaak. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Abonneer dan op het kanaal. We gaan heel hard richting de 600. Fantastisch. Word ook een topper. En subscribe voor Crazy Koen. Vind je dit tof? Druk dan alvast op dat duimpje omhoog. Ik neem jullie mee naar het Noorderplantsoen, want we gaan op zoek naar onder andere Dratini. Daarvan heb ik nu 1 shiny, maar ik wilde heel graag meer hebben. Inmiddels ben ik aangekomen in het Noorderplantsoen. Ik heb direct een Dratini die ik kan checken. Helaas geen shiny. We gaan hem toch wel vangen. Vooropgesteld dat hij een Pokeball wil. Want mijn Great Balls en Ultra Balls zijn op. 1, 2, nice. Dat is een Dratini. Voor de rest een Larvitar die misschien nog interessant is. Helaas ook geen shiny. Yes. Goed zo. Die is ook binnen. Dat is de tweede. Dan hebben we nog 2 shiny checks. Namelijk van Cyndaquil. En een Pikachu. Ook gewoon helaas. Ik laat me vandaag toch een klein beetje leiden door waar de Dratini zitten. Want net zoals gisteren wil ik eigenlijk graag nog een shiny Dratini tegenkomen. En gewoon veel Dratini candy verzamelen. Omdat ik daar niet zo heel erg veel van heb. Ik ben ook in het Noorderplantsoen om de claim te onderzoeken dat er meer of minder shinies zitten buiten de Community Day tijden. Ik zit nu op het drukste punt in het Noorderplantsoen. Meestal zitten hier de meeste Pokémon. Je ziet dus dat de spawns een stuk minder zijn, maar dat er nog steeds wel Pokémon zitten. In mijn vorige video heb ik namelijk een claim laten zien van Niantic, van de Niantic Support Twitter, waarin zij zeiden shiny rates zijn gedurende het hele weekend gelijk. Een van mijn kijkers zei toen, ik weet het niet zo, ik geloof het niet. En ik ben geneigd het een beetje met hem eens te zijn. Maar volgens mij ligt het eerder aan de spawns dan dat het eraan ligt dat er echt minder shinies zijn. Minder spawns geven misschien het idee van minder shinies, maar dat hoeft niet zo te zijn. Bovendien, mijn ervaring is natuurlijk wel weer de ervaring van één persoon. Dus deel jullie ervaringen vooral in de comments hieronder. Ik hoor het heel graag. Terwijl deze Cyndaquil niet bepaald meewerkt, misschien moet ik ook iets anders gooien dan Pokeballs. Maar daar heb ik momenteel niet zoveel van. Als je zo hard vecht voor je vrijheid, Cyndaquil, be free. Ik heb een dubbele score. Zowel Dratini als Beldum. We checken eerst de Dratini, die helaas geen shiny is. Maar wel vrij sterk. En in één keer. Nice, dat is een toffe bonus. Ben je dan ook goed? Above average maar, helaas, want hij is wel redelijk sterk. Goed, de Beldum dan. Ook niet shiny. Wel van mij. 2 Beldum bij een Pokestop. We gaan kijken. Spannend. Nummer 1, niet shiny. Wacht, ik vergeet iets. Barry. En na Barry was de gooi. En nice. Heel goed. 1. 2. 3. Yes! Ook de tweede, geen shiny. Valt me inderdaad eens op dat de spawns een heel stuk lager zijn dan gisteren. Maar we zoeken moedig door. Het regent in-game weer. En helaas hier buiten ook. Maar ik sta enigszins beschut onder een boom die niet zo heel veel regen tegenhoudt. Dus het is heel even deze Dratini checken. Geen shiny. Maar bestje. Gooien en hopen dat hij er nu in blijft zitten. Werk mee, jongen. Come on. 2, 3. Kijk. 135 Dratini ken je alweer. We gaan heel, heel aardig. We nemen deze Squirtle nog mee. Een gewone. Ik heb de illusie dat ze Squirtle blauwer hebben gemaakt dan dat hij was. Ik weet niet of dat klopt. Maar ik kwam gisteren dus een shiny Squirtle tegen. En het onderscheid was ineens heel duidelijk, terwijl ik me kan herinneren dat ik op die community day het toch best wel lastig vond om shiny van normaal te onderscheiden. En dat ik zelf nog bijna was weggerend van een shiny, waren het niet dat ik hem per ongeluk wel ving. Omdat de voorraad Dratini wat opdroogde en het weer eigenlijk alleen maar natter werd,
heb ik het hierna voor gezien gehouden en ben ik naar huis gegaan. Ik heb vandaag inderdaad minder shinies gezien dan gisteren. Heel veel mensen die ik sprak hebben ook veel minder shinies gezien. En op mijn Facebook wees iemand me net op een onderzoek van de Silk Road. Die hebben gekeken naar de hoeveelheid shinies die tijdens de Community Day werden gevangen. En de shinies die niet in de Community Day tijden werden gevangen. En daar bleek echt een heel groot verschil te zijn. 1 op 85 tegen 1 op 25 was het, geloof ik. Pak het er even bij. Zet het in beeld. Daar is het. De shiny rate waren gisteren van 11 tot 2, 1 op 25. Nu 1 op 80 volgens Lorien. En daar heeft zij deze screenshot bij gezet van de Silk Road die dit dus onderzocht heeft. En de conclusie van de Silk Road staat dus haaks op wat Niantic Support ons heeft verteld. Welke van de twee het dan is, durf ik zo snel niet te zeggen. Maar veel mensen hebben in elk geval de indruk dat de shiny rates tijdens de Community Day tijden beter waren. En de cijfers lijken dus die conclusie ook te ondersteunen. De shinies die ik vandaag tegen ben gekomen, ga ik jullie natuurlijk nog wel laten zien. Heel toevallig waren dat er drie, dus die passen in één keer in het scherm. Gaan we. En ik heb ze die ook alle drie kunnen vangen. Dat maakt voor mij Larvitar dus de shiny die ik het vaakst heb gezien vandaag. Welke shiny heb jij dit weekend het meest gezien? Drop het in de comments. Ik wil deze video bijna gaan afsluiten. Er is namelijk nog een flink stukje dat ik nog met jullie moet bespreken. Het allereerste dat ik wil doen is een Pichu met een hoedje laten evolueren zodat hij surf kan. Dat was een suggestie van een van mijn kijkers. Die zei, doe dat. Als je een Pichu nu laat evolueren, leert hij de Community Day move, dus surf. En toen ik mijn Pichu aan het bekijken was, zag ik dat ik één Pichu had met een hoedje waar ik er twee van had. Namelijk de zomerse Pichu. En welke Pichu past nou beter bij surf dan een Pichu met een zonnebril en een zomers hoedje? Daar gaat hij. Omhoog Pichu met zonnebril naar een Pikachu met zonnebril, daar is hij. Mannetje ook. Heb vaak de illusie dat die zeldzamer zijn dan vrouwtjes tijdens dat soort events. Quick Attack en Surf. En het is een zomerse vibe die we krijgen van deze surfende Pikachu. Toepasselijker kan ik het haast niet maken. In het land van Pokémon Go nieuws is er ook een heleboel om te bespreken. Er is namelijk een nieuwe shiny toegevoegd aan de game in de vorm van Shiny Mistrefus. Leek Duck heeft ook al een screenshot gepost. Staat nu in beeld. En daarnaast zie je dus op dat plaatje dat ook de nieuwe Spinda in-game is. Met de bijbehorende research task. Dat is Make a Great Curveball Throw. Op die manier krijg je Shiny Spinda. En er zijn nieuwe research tasks voor december aangekondigd. Power Up a Pokémon 10 Times is de nieuwe. Die is afgestampt waarschijnlijk van Power Up a Pokémon 5 times. Maar deze 10 times geeft je 3 zilveren Pineapple Berries. Dat is een record volgens mij überhaupt van het aantal super speciale berries dat je kunt krijgen. Maar 3 zilveren Pineapple dus voor het 10 keer poweren van een Pokémon. Voor de rest is dus de Make a Great Curveball Throw van Spinda een goede om in de gaten te houden. En zit er voor de rest volgens mij niet verschrikkelijk veel bij. Als je trade Pokémon krijgt, dan heb je een kans op een V-Bass. Dus dat is nog een mooie. En je kunt ook een Mistrefus krijgen in Field Research. Namelijk de Transfer 10 Pokémon Research Task geeft je een kans op Mistrefus. Die dus shiny kan zijn. Dat is de nieuwe shiny van december. Met deze vlog en met deze Community Dag eindigt ook een jaar aan Community Days. We krijgen in 2018 geen nieuwe Community Dag meer. Dat wordt januari 2019. Dat zal de eerste keer weer zijn dat we, hopelijk met handschoenen aan, want ik ben fan van een witte winter, mogen we op zoek gaan naar een nieuwe Pokémon met speciale aanval en een shiny move. Het was een geniaal jaar. Ik denk ook dat een mogelijke reden dat Niantic al deze Pokémon weer terug heeft laten komen, een klein beetje de reden is dat je ook jaaroverzichten ziet
bij allemaal shows. Als een manier om terug te kijken op het jaar dat we hebben gehad. En dat is voor Crazy Coon natuurlijk een geweldig jaar geweest. Het is voor mij een geweldig jaar geweest. Pokémon Go Community dagen hebben het game echt weer nieuw leven ingeblazen. Samen met de Pokémon Go Global Challenge zijn heel veel mensen weer naar buiten gegaan. Samengekomen. Hebben nieuwe mensen elkaar ontmoet. Weet ik zeker dat er nieuwe vriendschappen ontstaan zijn. Het is geweldig dat Pokémon Go op zo'n manier mensen bij elkaar brengt. Beste dames en heren, daarmee wil ik het ook afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van deze vlogs, abonneer je dan op het kanaal. Je ziet zo dadelijk daar een knop voor. Je ziet daarnaast ook nog twee en daarna nog een derde andere filmpje van mij. Zodat je door kunt kijken als je dat wilt. Geef een duimpje omhoog als je dit vet vond. Deel deze video met een mede Pokémon Go speler. En ik zie jullie in de volgende Pokémon Go vlog. Toppers, how do! Changes.